De plek waar ik vandaan kom is altijd om de relatie tussen jou en jezelf naar een betere plek toe te brengen. En wat is dan een betere plek? Een betere plek is datgene wat goed en kloppend is voor jou. En daar hebben we echt een uniek instrument voor gekregen om te voelen wat nou kloppend is. En dat is ons lijf en ons lichaam. En het vertelt je exact welke kant je op mag gaan. Mits je bereid bent om daar ook mee in contact te komen en daarnaar te gaan luisteren wat het je eigenlijk wil vertellen. En dan wordt het vaak spannend, want op het moment dat het pijnlijk, ongemakkelijk, onzeker, verdrietig wordt, dan hebben we de neiging om daar zo snel mogelijk vandaan te gaan en dat misschien wel te willen fixen. In de hoop om op een betere plek uit te komen. Dus in mijn optiek is het ook heel waardevol om meer aan de schaduwkant van het leven daar contact mee te maken met de pijn en het ongemak en de stress, de spanning, het verdriet. En dan jezelf de vraag te gaan stellen van oké, stel nou dat dit er is voor mij, wat zou het me dan eigenlijk willen vertellen? Hoe kan ik hierin groeien? Hoe kan ik leren? Hoe kan ik ontwikkelen, bouwen aan mijn karakter? Zodat ik van daaruit oprechte en integere keuzes kan maken, kan gaan doen wat goed en kloppend is voor mij. En ja, dat gaat effect hebben. Effect hebben op je relaties, effect op je gezondheid en effect op je kwaliteit van leven.